Het is zondag 1 mei 2016. Welkom bij een heel nieuwe aflevering van Studio Play. Dames en jongens en meisjes, welkom bij een hele nieuwe aflevering van Studio Klein hier bij de LOVE. Wat gaan we allemaal doen vandaag? Ik ga het u vertellen van achter naar voren. Straks aan het einde van het programma praten we met Kiki Racing over hun belevenissen van het afgelopen jaar. Er is veel veranderd met die club. We gaan de archieven in met Jan Muren, de archieven van de LOVE, wel te verstaan. We praten met Sterre Guit over haar boek Alice en de slechte elfen. We zijn bezig kijken bij de nieuwe eigenaar van het speeltheater in Edam. Wat zit daar nou precies in en hoe is dat verbouwd? U ziet het straks. Maar we beginnen met Jaap de Grote, die is hier aangeschoven. Jaap, welkom. Fijn dat je er bent. Even duiden. Chef Sport, Telegraaf. Inmiddels hoofdredacteur. Hoofdredacteur. We hebben een kleine reorganisatie. Daar ben ik redelijk goed uitgekomen. Serieus? Dus dat is mooi. Hoofdredacteur Telesport. Hè? We worden een apart merk. Precies. Ja, want jullie gaan eruit, hè? Nee, we blijven er gewoon in. Ja, maar we gaan het hele digitale traject worden we een apart onder de naam Telesport. Ander verhaal. Ja, precies. Ongetwijfeld komen we daar nog een keer over te spreken. Ik wil het over jouw maand hebben. Ja. We gaan terug naar zeg maar 24 maart van dit jaar, het overlijden van Johan Cruijff. Ik heb jou gezien bij een aantal, we hebben niet zo gek veel programma's. Nee. Volgens mij heb je alleen bij Jeroen Pauw gezeten. En CNN heb ik gedaan. Ja, CNN, ja goed. En dat verbaasde me eigenlijk. Want... Nou, dat was een hele bewuste keus. Weet je, eerste plaats zat ik in Rio. Ja. We hadden op 2 maart de biografie afgerond. Ja. En toen ben ik op 17 maart naar Rio gegaan, puur om het boek te gaan schrijven. We hebben een contract getekend, Johan en ik, met Britse uitgeverij Macmillan in Londen. En ik wilde gewoon helemaal geïsoleerd, maar in een goede, even ver weg van huis, ja, gewoon daaraan gaan werken. En alleen toen kon ik na 6 dagen weer terug. Dus dat brak er wel even doorheen. En kijk, om eerlijk te zijn, en dan zit je toch met het, je krijgt zoveel op je af, ook verzoeken en alles, maar je hebt ook veel contact met de familie. Nou, en ik vond het niet echt meer zo'n situatie om dan, en ook gewoon, ik kreeg een verzoek van een of ander programma, dan zit je samen die en die, en ik denk, maar hier heb ik helemaal geen zin in. En toen was in Brazilië, was een cameraploeg van CNN. En ik zei, dat zijn Amerikanen, die wilden gewoon weten wat was zijn hoogtepunt, wat was zijn dieptepunt en wat was zijn erfenis, zijn legacy. Ik denk, nou, dan hoef ik alleen maar strak te gaan praten. En niet te hebben over de relatie of wat dan ook, weet je. Dat is gewoon, en dan kan je de boodschap... Vrij zakelijk houden. En je kan de boodschap, heb je ook meteen in 160 landen. Dus dat is een bewuste keuze geweest. Ik heb toen nog BBC Radio gedaan en voor de rest heb ik alles weggehouden. Alleen, waarom heb je dat gedaan? Nou, precies ook het schetsen. Ik had er geen enkele behoefte aan om daar allerlei programma's te gaan zitten. Vertellen, hier ben ik. Die kant gaat het vaak op. Ja. Wordt het ook dan weggezet. Kijk, het wordt op een gegeven moment mensen. Je gaat heel snel dat bij mensen het gevoel wordt gecreëerd dat je aan het profileren bent. En ik heb ook tegen Jeroen toen gezegd, toen hij terug was in Nederland. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben toen meteen de volgende dag teruggevlogen. En vanuit Rio naar Amsterdam. En toen naar de familie. En toen kreeg ik van de familie het verzoek. Er waren wat misverstanden gerezen over onder andere dat Jordi niet op tijd bij zijn vader zou zijn geweest. Er was, het bericht was naar buiten gekomen dat de familie groen licht had gegeven aan de naam van de Johan Cruijff Arena. Dus toen zei Danny, de vrouw van Johan, zei, Jaap, als je dan een podium pakt, kan je dat even recht zetten. Dus dat was eigenlijk, en toen Jeroen Pauw me belde. Van Jaap, zou je bij ons willen komen zitten? Dat heb ik wel eerst gevraagd. Wat wil je? Nou, nee, wie zit erbij? Wie zit erbij? Want ik had geen zin om daar met 2-3 man
stuivertje te gaan wisselen. Maar toen zeiden ze dat ze hadden Hans-Jan Maatse vrouw, de politicus, die vrouw in die rolstoel. En AFT van de Heijden, die ik persoonlijk ook ken. Weet je, dus, en die, ja, die, dat is ook een ingetogen man. Zei, nou, dat is de setting, daar kun je een verhaal. En dan heb ik ook gezegd, ik wil alleen maar informeren en niet profileren. Hoe is die maand voor jou geweest? Het lijkt me een. Je kende, nou goed, dat is bekend. Hmm. Jouw relatie met Johan, dat was een hele goede, dikke vriend. Hmm. Ja. Je raakt een vriend kwijt. Wanneer besef je dat? Een hele gekke vraag misschien. Ja, nou, eigenlijk is het eigenlijk nog steeds niet. Ik zal je vertellen waarom. Dat was ook het moeilijkste. Op 2 maart hebben we de boel afgerond. Ja. En ik voelde toch van dit, het gaat niet de goede kant op. Dus ik had echt de laatste fase van het. Van de interviews, we deden steeds blokken van 2 dagen, vanaf december gedaan. Ja. Wetende dat hij ziek was. En ik denk, nou, op het laatst, weet je, ik wil toch een deel op band opgenomen. Dus ik heb ongeveer 10 uur band opgenomen. Dat is toch wel bijzonder. Ja. En ik zou in Brazilië zou ik het gaan uitwerken. Dus ik werd op een gegeven moment gebeld op de ik was de 23e, had ik ongeveer 2 uur band uitgewerkt. Ja. En de ochtend van de 24e kwam een telefoontje dat hij overleden was. Maar het gekke is, op het moment dat ik die koptelefoon weer opzette, was het net alsof hij naast me zat. Ja. En vervolgens moest ik nog 6-7 uur uitwerken. Nou, als je maal 4 doet, houdt het in dat je ongeveer nog 24 uur aan het werk bent. Ja, en de audio was van dusdanige kwaliteit dat het gevoel was alsof hij naast je zat. Dus dat was wel. Dus het wat je vraag van ben je een vriend verloren? Besef je het? Nou, is het eigenlijk al bij je in? Heb je de tijd gehad om het een plek te geven? Nou, kijk het verrast. De snelheid waarmee het gegaan is, heeft me verrast. Hoe snel ging het? Ja, heel snel, 48 uur. Ja. Dat was heel snel, maar dat het niet goed ging, dat had ik wel heel snel door. Ja, dat hadden 2 maart hebben we nog champagne gedronken, niet alleen op het feit dat we het boek hadden af, tenminste de biografie hadden afgerond. Maar ook omdat hij in zijn hoofd tumorvrij was verklaard. En toen ging hij de volgende dag ging hij naar. Toen zijn we 's middags nog bij Max Verstappen geweest. Want die was aan het testen op het circuit Catalonië. Die foto kennen we, die foto hebben we gezien. Ja, die had ik mijn camera bij me. Dus ik denk uit de heup vandaan mijn andere hobby even uitoefenen. Ja. En de volgende dag ging hij naar Jordi toe in Tel Aviv. Dus toen kwam hij de 11e terug. Dus geweldig hoe het was. Nou, prachtig, prachtig. En zondagochtend, om 11 uur, belden we altijd om de column door te nemen. En ik pakte mijn telefoon. Ik zag dat ik 2 telefoontjes had gemist van het nummer van Danny. En die belde me nooit via haar 06. Dus ik dacht, hé, wat is dit? Nou, toen zat hij op de intensive care al. Dat was zondag de 13e. Hij was wakker geworden. Zijn linkerkant was licht verlamd. Hij had moeite met praten. Ik zei, nou, weet je wat? Ga me lekker onderzoeken. Ik heb nog genoeg aantekeningen van de vorige sessie. Dus ik kom wel met een column kom ik wel uit de voeten. En daarna elke dag contact gehouden. En je merkte gewoon, het ging een beetje up and down, up and down. Maar toen zou hij een onderzoek hebben op de. Ik ging de donderdag de 17e weg. En dan zou maandag zou hij onderzoek hebben. En dan zou hij 10 dagen later de uitslag krijgen. Nou, weet je, dan kan ik gewoon gaan. Hetzelfde, Jordi had hetzelfde. Ja. Die ging ook woensdagochtend, zijn zoon Jordi, ging woensdagochtend naar Amerika toe. En toen was het dinsdag de 22e, toen belde ik op. En om 11 uur 's ochtends. En toen zit dan niet. En ik merkte gewoon de stem dat het niet goed was. Jaap, hij is net naar boven gegaan, hij wil alleen maar slapen. Ik denk, dit is niet goed. Dus ik denk, laat woensdag maar even lopen. Ja, toen donderdag, toen kwam kreeg een telefoontje van Jordi dat even ervoor zijn vader was overleden. En dan val je stil. Maar tegelijkertijd, wat ik al zeg, het was de snelheid waarmee het gebeurde. Maar je voelde al een paar dagen aan dat dit gaat niet goed. Dat dit de verkeerde kant op zou draaien. Dit gaat niet goed. Nee. Wat mij, in zekere zin toch ook wel. Je groeit met iemand op. Ja. Jij bent van 55? Ja, 55. 55, ik ben van 67. Ik heb nooit beter geweten, Johan Cruijff. Ja. En in alle hoedanigheden, Amsterdam, als ik ook nog ben. Dus weet je, je groeit met iemand op en dat is er ineens niet meer. Ja. Dingen beginnen weg te vallen.
Ja. Het is de impact van ja, ik had bijvoorbeeld, verhaal. Als ik puur professioneel zie, ik kon het ook niet over mijn hart krijgen om zeg maar, de eerste maandag na zijn overlijden, om pagina 50 stond altijd op maandag onze column. Ik dacht, dat gaat niet gebeuren. Er gaat daar geen gat. Nee, dat gaat niet. En ik wist dat hij in de winterstop van 2003, 2004... had wel een serie gemaakt van zo zouden we moeten voetballen. Ja. Dus ik zocht het weer op in mijn archief. En ik denk, nou, dat is ongelooflijk. Het is alsof het nu geschreven is. Ja. Het was na 12 jaar ervoor. Maar het was nog zo actueel. Ik denk, ik ga eerst even, ook voor de lezer, maar ook voor mezelf... gewoon die 6 weken, tot en met 8 mei, de laatste competitie ronde... in ieder geval, daar komt geen gat. Weet je, dat, hij zal erin staan. Hoe gaat het? En dan hebben we in plaats van column gezet, de visie van Cruijff. Ja. Even een introductie erbij, een verklaring erbij gezet voor de lezer. En ik denk, nou, dat weet je, even niet te direct. Gewoon even een overbrugging creëren. En dan zien we later wel verder, weet je. En dan ga je ook in het proces wat meer in... dat je gevoel ook een plek kan geven. Maar ik denk dat ik niet de enige ben. Nee. Over impact gesproken, wereldwijd, hè? Nou ja, ik was in Brazilië en er was dezelfde avond werden in alle wedstrijden in de Braziliaanse competitie werd 1 minuut stilte gehouden. Ja. Gewoon op dezelfde dag. Had jij dat beeld? Had jij dat idee van dit is zoiets groots ook wat een wereldwijde impact heeft? Overal zal en zal, wordt en is er over hem gesproken. Op nou ja, ik kreeg telefoontjes uit Australië voor interviews. CNN stond voor de deur. Er waren zelfs Nederlandse programma's die wilden een cameraploeg sturen, weet je, ter plekke. De BBC, alles, weet je. Maar ook gewoon op de tv. Weet je zag ook de Globo in Brazilië, alle internationale kanalen. Het was gewoon, het was overal... Eén groot eerbetoon is het geweest. Nou ja, de impact was mondiaal. Ja. En niet op één dag, het is daar door blijven gaan. Hoe is het nu? We zijn nu een maand verder. Ja. Je bent er nog dagelijks mee bezig, denk ik. Ja, nou, ik ben nu bezig het boek te schrijven. Ik heb toevallig gisteren de eerste 10.000 woorden ingeleverd bij de uitgever. Ja, en ik ga nu de komende... Ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. Dat ik even een week me helemaal isoleer. Dat ik echt even een goed blok. En dan is de bedoeling dat 6 oktober... Dat vind ik wel klasse. Dat de uitgever toch besloten heeft om niet vanwege... omdat het nu extra actueel is... Om te zeggen, we halen de presentatie naar voren. Ze hebben gewoon gezegd, we hebben gezegd 6 oktober. En het blijft 6 oktober. Die planning die houden ze gewoon aan. Ja, maar gewoon ook gewoon de jongens. Dat is ook goed. We gaan er niet extra aan... commercieel aan. Nee, precies. Dat je op dat moment zit. Dat je gewoon dat. Nou, dat is wel prettig. Dus je kan gewoon wat dat betreft gewoon. Wat kunnen we verwachten van dat boek? Wat ga je erin vertellen? Ja, niet ik. Het is helemaal Johan. Hij heeft ook heel duidelijk aangegeven. Dit is geen boek. Kijk, de verhalen, dat zie je nu ook al. De verhalen dat hij op 25 april 1947 in de Akkerstraat geboren is. Dat weet iedereen. Maar dit is gewoon eigenlijk zijn. Zijn visie op alles. Ja, eigenlijk, waar is zijn de dingen ontstaan die ik uiteindelijk heb gedaan. En ik vond ook wel een van de mooie quotes van hem. Op een gegeven moment zei ik ook wat... Kijk, hij was natuurlijk ziek, dus ik wilde niet de confronterende vraag stellen. Ik heb het wat diplomatieker gesteld. Van luister, hoe zou je over 100 jaar willen dat de mensen over je praten? Ja. Nou, zet naar de eerste plaats, hoef me er niet druk over te maken, want dan ben ik er niet meer. Dus dat probleem ligt bij een ander. Maar toen vertelde hij ook wel, hij zei, ja, ik hoop niet dat ze me alleen als voetballer blijven herinneren, want dan zou het maar om 15 tot 20 jaar van mijn leven gaan. Dan vind ik toch iets te mager. Ja, ja. Nou, ik denk dat een beetje de kern ook van het boek wordt. Het is ook van, wat heeft hij als man zonder diploma's eigenlijk in gang gezet? Niet alleen als voetballer, maar ook als coach. Maar hij is ook een voortrekker geweest in het sociaal-maatschappelijk gebeuren. En ook toen hij zag dat daar dingen niet helemaal goed gingen... heeft hij op een gegeven moment gezegd, nou, laten we dan een school creëren... waardoor uiteindelijk we dezelfde mensen naar binnen kunnen halen... die uiteindelijk de leiding van mijn foundation kunnen gaan. Ja, dus de Cruijff University, hè? Ja. En die op dit moment ook wereldwijd 6.000 leerlingen heeft. Ja. En allemaal uit de sport. En kijk, dat is wel het bijzondere van het boek. En dat was ook heel leuk, hoor, moet ik zeggen. Dat we elke keer vertelden die verhalen. Ja, ik zei, vertel maar. En dan zei hij op een gegeven moment, ik zei, wacht eens even. Dat heb je toen. Ik zeg, maar zie je dan, 30 jaar later, is dat...
En op een gegeven moment waren we eigenlijk zo steeds aan het kaatsen. En het leuke was, dat heb ik echt nog nooit met hem meegemaakt. Dan zaten we te praten, we deden altijd 's ochtends 2 uur. Nee. Dan gingen we daarna lunchen, dan ging hij daarna zijn rust nemen. En dan 's avonds deden we weer 2 uur. En dan kwamen we de volgende, hadden we er s'avonds nog even gezeten. En dan kwam de volgende dag en dan kwam hij ineens, en daar had ik nog nooit bij hem gezien, met een papiertje, met een pen. Hij zei, ja, ik heb dit nog even opgeschreven. Ik lag gisteravond in bed. En dus je merkte ook van, wacht, inderdaad. Dus je zette hem zelf ook. De combinatie. Hij ging zelf ook ineens van, ja, waar heb ik het vandaan? En ja. Ineens ging hij oorzaak en gevolg ging hij onderkennen. Ja. En dat was hartstikke leuk. Dat is mooi. Enorm gelachen. En je zag ook echt van, jeetje, oh ja, toen. Zag je op dat moment ook wat hij bereikt had? Ja, weet je... Want hij is natuurlijk vrij nuchter. Kijk, dat was natuurlijk zijn grote kracht. Dat hij 23 uur en 58 minuten van de dag niet door had dat hij Johan Cruijff was. Ja. Weet je, dat was het mooie van hem. Ja. Maar dat was ook heel leuk. Dat hij op een gegeven moment zei, oh ja, dat. Ja, ook dat. En dat vond hij ook... Want op een gegeven moment hadden we bijvoorbeeld iets... Hij is geloof ik 1 of 2 jaar Mulo heeft hij gedaan. Toen is hij al gaan voetballen. Maar ik zeg op een gegeven moment... Ik denk dat jij... Als jij dus door was gaan leren, dat je gewoon echt een B-student was geweest. Ja. Gewoon een wiskunde. Want werkelijk waar, dat had ik zelf al ervaren. Als je je nieuwe telefoonnummer aan hem doorgaf, had hij één keer zitten. En had hij het gewoon in zijn kop zitten. Ja. Maar ook zijn fascinatie voor getallen. Dat was niet normaal. Ja. Weet je? En natuurlijk, zijn grote kracht was... Dat is ook zijn analytisch vermogen geweest. Maar zijn superanalytisch vermogen. Hè? Want een goede spel, een goede nummer 10... Ja. Die kan, als hij een bal krijgt, ziet hij meteen hoe 10 mensen staan. Wat mindere, ziet er 4 kunnen ze... Ja. De situatie inschat met Johan had als hij bal... Je zag meteen 21 man het veld. Ja. Kon hij meteen analyseren. Er zat een soort database onder die schedel van hem. Wat uniek was. Maar dat zag je op een gegeven moment ook... Dat zie je dus ook terug. Is een fascinatie voor getallen. En dus ook ruimte. Ja. Dus echt, wat dat betreft... Vond ik wel mooi. Er was een oude Engelse verslaggever, David Miller. Die zei ook... die had het over de Pythagoras van het voetbal. Dat vond ik wel een hele mooie. Dat is mooi. Ja. Wat ga jij doen? Jij gaat het boek afmaken. Ja. Heb je nog contact met de familie? Ja, tuurlijk. In de zin, maar ook de laatste ja, weken? Ja. Kijk, hoe gaat het met ze? Op één... Nou ja, er zitten vaak gigantisch vaak. Op maandag was... of dinsdag 21 was Danny jarig. Ja. Nou, ik had er bewust gewacht. Dinsdag 19 was Danny jarig. En... het was de eerste keer ook even, even met de rust, want die hebben zoveel over zich heen gehad. Dan merk je gewoon dat ze zitten nog in een diep emotioneel gat. En voor de rest, veel met Jordi contact. Ja. Dat is toch een beetje mijn maatje geworden door de jaren heen. En hoe die jongen het gedaan heeft. Geweldig, hè? Dat is echt niet normaal. Ja, ik heb dat in dat Nou Kamp. Bij Ajax. En de toespraak. En ook van de week weer bij de Laureus Awards. Ja. Hoe die gewoon ook Nou Kamp in het Engels en het Spaans. En terwijl hij van tevoren zo twijfelt. Dus ja, weet je, kan ik het wel? Gewoon dit, en dan zie je gewoon hoe die... Ja. Met zijn vader, weet je. Ze willen niet verhalen. Nee. Weet je, het is gewoon... Wat dat betreft halen ze op dat moment het beste in zichzelf naar boven. Ja. Gewoon... In de moeilijkste situatie, onder de meeste druk... gewoon zorgen dat je 100% bent. Dat je 100% dat zit er gewoon in. En het pad ook een geweldige mooie persoonlijkheidspad er vanaf. Ja. Viel ook op. Ja. Veel mensen ook over gehoord over die jongen. Ja. Dank je voor dit gesprek. Oké, graag gedaan. Ik hoop dat we elkaar nog een keer spreken. Maar dan met je dochter. Oh, dat is leuk. Zullen we dat afspreken? Dat is leuk, met Jolanne. Ja, ik denk dat ze dat wel leuk gaat vinden. Gaan we dat doen. Dank je wel zover. Heel goed. Nou, graag gedaan. Er is heel lang heel veel te doen geweest over het speeltheater van Edam of in Edam op het Damplein. Wat zou erin komen? Nou, het heeft een nieuwe bewoner en cameraman Marcel van Meel heeft daar een kijkje genomen. Dit is er geworden van het speeltheater. Pim de Slecht, gefeliciteerd met de verhuizing van je zaak hier naar de Damplein. Van waar die verhuizing? We zochten al een hele tijd een wat grotere locatie om onze mooie spullen allemaal plaats te geven. En dit kwam plots op ons pad. En op het moment dat we
hier zijn gaan kijken, want heel veel vrienden hebben ons erop gewezen. Want het is vlak naast ons huis eigenlijk. Er is nooit aan gedacht om hier een winkel te beginnen. En op het moment dat we hier zijn wezen kijken, dan hadden we echt zoiets van, wauw, dit is echt helemaal te gek. Hier kunnen we alles kwijt. En het biedt ook heel veel inspiratie om weer andere dingen te gaan doen. En toen dit op ons pad kwam, toen zijn we het gaan aanpakken. En helaas heeft het heel lang geduurd. We zijn meer dan 15 maanden bezig geweest. Maar ik moet zeggen, als ik nu om me heen kijk, dan is het het wachten waard geweest. Want het, het biedt 5 keer zoveel ruimte. En het biedt heel veel mogelijkheden om weer door te ontwikkelen. En daar waren we hard aan toe. Waar zijn jullie vandaan gekomen? Wat waren jullie vorige vestigingen? Ja, wij hadden 2 kleine winkeltjes, allebei in het centrum van Edam. Schaatsers de Bierkaai bestaat al sinds 1977 zelfs. Op de Kaasmarkt, de beroemde Kaasmarkt van Edam. En de andere zit naast het Damhotel, wat heel veel lokale mensen zeker kennen. En dat is onze ski- en kitesurfwinkel. Je zegt net dat het 15 maanden geduurd heeft voordat je hierin kon. Wat waren de belemmeringen? Belemmeringen zaten met name in vergunningen en dan met name in de bouwvergunning. En dan niet zozeer als de gemeente, want daar wordt vaak meteen van dat zit in de gemeente. Maar juist alle instanties daaromheen hebben wat vertraging gezorgd. Omdat de wensen die we hadden niet helemaal pasten bij het beeld dat men had. En ze hebben dus heel lang moeten zoeken naar een consensus waar iedereen blij mee is. En dat hebben we uiteindelijk hebben dat gevonden. Maar dat ging niet vanzelf. En toen alles rond was, toen was het ook zo gepiept of niet? Toen was het eigenlijk ook zo gepiept, maar dat is dan weer het voordeel als je zo lang moet wachten. We hadden 15 maanden de tijd om alles heel goed voor te bereiden, dus we wisten precies wat we wilden. En architect had ook precies getekend zoals we het wilden. Siem Steur uit Volendam, die had het staal al klaarstaan voor onze vierde. En op het moment dat we de sleutel kregen, de volgende dag, samen met Mercuurbouw, werd hier een enorme hoeveelheid kilo's aan staal naar binnen gebracht. En in 5 dagen hebben de jongens van de beide partijen het neergezet. En dat was waanzinnig. Nu zie ik dat je verkoopt sportartikelen, schaatsen, ijs zelfs. Ja. Wat de schaatsen betreft wordt het even wachten nu, hè? We zitten nu in april. Ja, we moeten inderdaad nu even wachten. En vandaar dat we het gat hebben opgevuld met ijs. En dat heet ook zomerijs. En de schaatsers weten wat ik daarmee bedoel. Dus vandaar dat we die linken hebben gelegd. Ja. En hoe gaat het eruit zien als het zover is, dat het winter is en je gaat schaatsen verkopen en slijpen, neem ik aan? Ja, uiteraard. Ja, dus, op het moment dat het winter wordt, dan gaan we ook de bovenverdieping gebruiken op de vierde. Waarbij we splitsen tussen schaatsen en ski, om het gewoon goed duidelijk voor iedereen te hebben. En dan gaan we ook de werkplaats, die schuin achter mij is, die je net niet ziet, die gaan we ook inrichten en die wordt ook open. Zodat je ook veel meer contact houdt, ik met de winkel en de klanten ook met het slijpen en andere service dingen die we doen. Ik wens je veel succes. Ik dank jullie wel. Van Marcel van Meel in de Bierkaai. Schaatshuis de Bierkaai in het Speeltheater dus. Goed, we gaan het over wat anders hebben. Alice en de Slechte Elfen werd verleden week spectaculair onthuld en gepresenteerd in de Jozef hier in Volendam. En we hebben de schrijfster van dat boek hebben we hier. Straks gaan we nog even naar de presentatie kijken. Maar eerst eventjes praten met Sterre Guit van het mooie boek, meid. Wat ziet die er geweldig uit? Dankjewel. Ik ga toch de voor de hand liggende vraag stellen. Waarom een boek schrijven? Nou, ik schreef echt al best lang verhalen. En sinds je groter wordt, wordt het ook steeds beter en beter. En die was zo goed dat het echt uit kon komen. Dus zo is een beetje het boek begonnen. Zo is een beetje het boek begonnen. Maar had je dat verhaal al in je hoofd? Nou, ik had een beetje in mijn hoofd. En toen ging ik dus dit elfjesboek. Ja. Had ik gekocht op de markt. Ja. En toen was zomervakantie, toen heb ik ongeveer 2 weken lang heb ik achter elkaar van 's ochtends wakker te worden tot 's avonds op bed gaan, heb ik achter elkaar zitten schrijven. Gewoon de hele vakantie door? Ja. Gezellig? Of niet? Of wel? Ja, ik vond het echt heel leuk om te doen. Maar had je dan ook van, ik ga nu echt en ik wil dat dit een boek wordt? Nou, ik wist niet echt of dit nou een boek zou worden of niet. Want dit was een van mijn duizenden verhaaltjes die ik ooit had geschreven. Ja. Maar nu was het dus 1 keer zo goed geworden. Ja. Dat het echt aan andere mensen hadden laten lezen. En mensen die er echt verstand van hebben gehad. En dat het echt, en die zeiden echt ook dat het echt uitgegeven kon worden. Maar je zegt een van de duizenden verhaaltjes. Dus je schrijft al. Van hoe oud af schrijf je al de verhaaltjes? Dan? Nou, echt sinds ik al in de kleuterklas zit, schrijf ik al kleuterverhaaltjes en kleine vestjes.
En die bedenk je allemaal of dat zit gewoon in je hoofd? Nou, ik vind het sowieso gewoon al leuk om verhaaltjes te schrijven. Ja. Vooral omdat je mag, als je nou de laatste tijd veeën heel leuk vindt, kun je een heel leuk verhaal schrijven over veeën. Ja. Dus je kunt ook doen wat je wil. Je mag je eigen fantasie gebruiken. Eigenlijk maar ook heb je vaak met opdrachtjes op school moet je schrijven. Dus ja, maar het leuke is natuurlijk als je helemaal zelf de vrijheid hebt om een verhaal te bedenken. Ja, dan heb je ook meestal van die dingetjes op school dat je een verhaal mag bedenken. En dan altijd, je mag een verhaal bedenken. En meestal moet je het met een opdracht doen. Ja. En dat lukt dan ook over het algemeen wel? Ja, want dan geeft hij zo een opdracht. En dat moet dan in je verhaal voorkomen. En dat vind ik ook wel leuk, misschien vaak wel. Maar het is natuurlijk het leukste als je je eigen verhaal mag bedenken. Ja, maar hoe word je dan op een ochtend wakker en je denkt van, nou, ik heb nou toch een fantastisch onderwerp, dan ga ik eens een verhaal. Nou, hoe doe je het? Ben ik vooral, soms heb ik een beetje een leuk personage in mijn hoofd. Ja. En daar kan ik dan een verhaal omheen bedenken. En soms is het van, dan lig ik zo op bed en dan heb ik een leuk verhaal. Of dan ben ik vooral een beetje in de stemming. Dus dan, soms heb ik ook een beetje, dan ben ik in de stemming. Is het mooi weer, ga ik buiten zitten, pak een boekje en schrijf ik het. En dan schrijf ik een verhaal op. Ja, maar wat is dat dan voor stemming waar je in bent? Nou, het is verschillend. Soms dan heb ik zo van, oké, nu wil ik even buiten rennen of iets. Ja? En dan ben ik eerst ook even buiten geweest. En dan voel ik me ook een beetje wildachtig. En dan ga ik een beetje een surverhaaltje schrijven. Ja? Soms ben ik echt in elfjesachtige stemming. En dan wil ik op dat moment een jurkje aan of iets. En dan ben ik ook echt een beetje in dat soort stemming. Heb ik ook zin om liedjes te zingen. En dan schrijf je ook liedjes? Dat niet echt, maar soms doe ik dat wel. Ja. Misschien teksten voor liedjes? Ja, dan heb ik zo een melodietje in mijn hoofd en dan ga ik dan zelf liedjes opdenken. Ja, erg goed. Hey, en Alice en de slechte elfen, laten we het daar eens over hebben. Want die is uiteindelijk nu, ligt die over de hele wereld verspreid en iedereen kan hem kopen. Je werd op een ochtend wakker en toen had je Alice in je hoofd? Nou, dat niet. Want hoe ben je erop gekomen? Ik had eerst een beetje het belangrijkste van het verhaal in mijn hoofd. Ja. Een beetje, ik had de laatste tijd de naam Alice in mijn hoofd. En zomaar? Een mooie naam. Ja, dat heb ik wel. Die had ik toen ergens gehoord. En dat vond ik toen wel een mooie naam. Ja. Overal waar ik ging spelen noemde ik mezelf Alice dan ook. Ik hield al heel veel van elfjes. Dus ik dacht, wat nou als ik een verhaal ga bedenken over een elfje Alice. En later had ik dus dat boekje gekocht op de markt. Ja. Toen ben ik daarin gaan schrijven. En toen, terwijl ik aan het schrijven was, heb ik echt nog veel meer bedacht. Hoe het zou beginnen, hoe het zo echt zou gaan. Want dit boekje is ook een soort elfenboekje. Is ook een beetje een feeriek boekje. Dat heeft me ook vooral op inspiratie gebracht. Ja. En toen ben je daar gewoon het verhaal wat je in je hoofd had in die wereld gaan schrijven. Zo'n beetje zoals het boekje ook is. Ja. Geweldig. Hey, verleden week is je boek gepresenteerd in de Joost. Zullen we even gaan kijken? Oké. Okay. We zijn op pad geweest natuurlijk. 21 april was dat die grote presentatie in de Joost. Werd gepresenteerd. En wie waren erbij? Natuurlijk Jan Smit en burgemeester Van Beek. Kijk maar even met ons mee. Hoe vindt u het om vandaag hier op de boekpresentatie van Sterren te zijn? Nou, ik vind het niet alleen fantastisch om hier te zijn, maar het is natuurlijk ook fantastisch dat Sterren zo'n boek geschreven heeft. We hebben al heel veel talent in onze gemeente. Er wordt wel eens gevraagd van, vertel dat nou, zo komt dat nou, hè? Dat doen we niet, hè? Dat is het geheim van Volendam. Maar ik wil alleen maar zeggen, Sterren is onderdeel en Amber zijn onderdeel van dat geheim. Ik ben er heel trots op en ik denk dat er nog een hele grote toekomst ligt voor beiden om hiermee door te gaan. Dus ik ben een trots burgemeester en ik vind het ontzettend leuk om hier te zijn. Ik vind het ook heel leuk dat de Jozefschool er is. Want jullie zijn er toch nog mooi, hè, in de Jozefschool? Ja. Ja, zeker. Nou, dankjewel. Ja, ik was een van de eersten die het script heeft gelezen. Ik heb dat thuis uitgeprobeerd. Ik heb 3 kinderen van 8, 5 en 2. En die hingen aan mijn lippen vanaf letter 1. Dus ja, ik heb meteen gezegd van nou, hier wil ik heel graag een voorwoordje voor maken. Dus die missie, die test was geslaagd in Huizensmit. En ik ben natuurlijk ook enorm trots op Sterren. Ik ken Sterren al vanaf dat ze geboren is. Ik ken haar ouders heel goed. Amber ken ik van de tekening inmiddels. Maar dat ze hier trots op mogen zijn, dat was wel. Gaan we aftellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sterren! Ja! Wauw! Beste Amber, bij deze overhandig ik jou het eerste exemplaar van Alice en de Slechte Elf. Gefeliciteerd! Dank.
Ja, ik wil natuurlijk ook graag iets zeggen. Wat ik zo ontzettend leuk vond, Sterre, is dat je er zelf zo gewoon over doet. En ik was een beetje geroerd toen je zei, als het boek straks in de boekhandel ligt, ga ik kijken. En dan zie ik mijn eigen stapel boeken liggen. Ik kon me zo voorstellen, als je dat dan zo ziet, dat je daar zo trots op bent. Dit is het andere eerste exemplaar. Ik ben heel trots om jou dat te overhandigen. En ja, al heel veel succes toe te wensen. Een schrijver deed het vroeger met de pennen. Jij doet natuurlijk op de computer, hè? Ik deed het ook met de pennenlust. En daarom vind ik het toch leuk om jou een symbolische pennenset, of een echte pennenset van de gemeente, erbij te geven. Eigenlijk als symbool. Ga door met schrijven. Hartelijk gefeliciteerd. Dat is prachtig. Je zit nog weer te glunderen als je het ziet. Vind je het mooi, hè? Ja. Ja, is mooi. Hé, Sterre, je komt er natuurlijk niet onderuit om eventjes een stukje voor te lezen. Want ik ben wel heel erg benieuwd wat, en ik denk ook de mensen die thuis zitten te kijken, wat er nou precies... Wil je een hoofdstukje voorlezen? Oké. Okay. Ja, gaan we dat doen? Welk stuk gaan we nemen? Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1. Is die spannend? Ja, nou, het loopt wel gelijk spannend. Hartstikke goed. Nou, laat horen. Spionage. Alice is een vrolijk en blij, maar vooral heel nieuwsgierig elfenmeisje. Samen met haar moeder woont ze in het Roodse Rijk. Op een mooie dag rijdt ze rond op haar eenhoorn Petrus. Samen gaan ze heel ver het bos in. Dat mag eigenlijk niet. Maar ze doen het toch. Alice gaat altijd met Petrus naar de slechte elfen kijken. Er zijn namelijk ook slechte elfen. Ze zijn heel gevaarlijk. Ze voeren altijd slechte dingen in hun schild. Ze zijn de hele dag bezig met vechtoefeningen. Alice kijkt daar graag naar, omdat ze daar iets van wil leren. Het is moeilijk om niet te worden gezien, want de slechte elfen kunnen heel goed kijken. Als je ver bij hun vandaan bent en je zit verstopt tussen de bomen, dan kunnen ze zichzelf soms zien. Maar toch werd Alice nooit gezien. Als dat wel zo zou zijn, zouden de slechte elfen roepen: spionage, spionage. Dan zouden ze denken dat Alice er is om hem te bespioneren. Om te kijken wat hun zwakke plekken zijn. Maar daarom gaat Alice niet heen. Als Alice zou betrappen, zou het oorlog zijn. Dat was al een keer gebeurd, in de tijd dat haar opa klein was. Dat had haar opa een keer verteld. En daarom kijkt ze altijd heel goed uit als ze naar de slechte elfen gaat. Ze wil natuurlijk niet dat er oorlog komt door haar. Wanneer dat zou gebeuren, zou een harde bel klinken om de goede elfen te waarschuwen. De volgende dag gaat ze weer gluren. Een paar dagen later weer. Op een dag droomt ze even weg en schrikt ze op van geschreeuw. Spionage, spionage, wordt er geroepen. Spannend. Ja, als mensen meer willen lezen, moeten ze gewoon lekker het boekje kopen. Als ze weten hoe dit afloopt, moeten ze het boekje kopen. Komt er een vervolg? Nou, als het boek goed loopt, dan kan er natuurlijk wel een gevolg komen. Maar ja, ik heb al wel een deel 2 in mijn hoofd. Je hebt een deel 2 al in je hoofd? Ja. Het verhaal dat zit alweer hier ergens. Ja. En heb je ook al een schrijfboekje gekocht? Nou, ik heb hier nog ruimte over. Misschien past hier nog een deel 2. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, maar ik denk wel dat ik het nu eerst op de computer ga doen. Dan gaat het wel iets sneller. Maar ik denk als ik het even niet weet, dat kan af en toe het laatste woordje toch, het laatste zinnetje toch nog even moet opschrijven langzaam. Ja. Om nog op inspiratie te komen. Ja, precies. Ja. Ik snap wat je bedoelt. Als je later groot bent, wat wil je worden? En nou, dat zou wel kosten. Als ik dan echt een beroemd schrijver zou worden. Ja, zou je dat echt willen? Ja. Wat vind je er zo leuk aan? Wat vind je zo mooi aan schrijven? Nou, ik vind het vooral leuk dat het gewoon echt een beroep kan zijn, terwijl je je fantasie aan iedereen laat horen. Ja. En ik vond het vooral het mooiste van vorige week, dat ik schreef een verhaal. Ik liet mijn fantasie zien. Er zit ook echt een moraal in het verhaal. En dat ik daarmee gewoon aan iedereen kan laten zien en dat ze daar dan ook mee kunnen leven in hun fantasie. Ja. Dus dat ze het zelf ook een beetje kunnen beleven. Ja. En is dat ook een beetje misschien het moraal van het verhaal? Er zijn eigenlijk... Het moraal van het verhaal zelf is... Af en toe dan moet je een beetje ondeugd doen of iets spannends doen om dan toch nog een beetje plezier en in het leven te brengen. En nog iets leuks te doen. Maar eigenlijk zit er ook een beetje moraal in, omdat ik het heb geschreven en nu echt uitkomt. Echt uit is gekomen, dat is nu ook een beetje moraal. Dat ook al ben je een kind, als je echt iets wilt, dan kun je het echt waarmaken. Ja, ben je daarvan overtuigd? Ja, best wel. Ja, wel. Heb je zelf al je dromen voor zover waargemaakt? Nou ja, dat ligt hier. Nou, het is natuurlijk een hele coole ervaring als je als kind al zo hier zit en zo'n boek uitgeeft. Ja. Dus dat is al wel een hele coole ervaring. Ja, hoe vinden ze het op school? Nou, ze vinden het vooral wel heel cool.
Ja? En ook in de klas mocht ik nog een stukje voorlezen. En als moest top iedereen, ah. Ze zijn wel trots op je. Ja. Nou, hartstikke goed. Nou, ik kan je alleen maar heel veel succes wensen. En ik hoop stiekem toch wel een klein beetje op het vervolg. Ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe dat dan eruit gaat zien. En vooral wat het verhaal dan wordt. Maar je hebt het al in je hoofd, dat moet je tegen niemand vertellen natuurlijk. Nou, ik kan stiekem opschrijven. Het spannende nog vertellen. Nou, vertel maar. Ja, weet zeker? Ja, deel 2 is Alice en de wraak van graaf Cornelius. Ja. En in deel 1 is er dus een graaf Cornelius waar ze een sterrenbloem gaan stelen om een poeder te maken om de slechte elf jaar goed te maken. En in deel 2 neemt hij wraak. Spannend. Ik hou het nog spannend. Heel spannend. Hey, heel veel succes en blijf schrijven, want je doet het geweldig. Dankjewel. Dankjewel voor je komst. We gaan de archief in van de LOVJ. Doen we altijd in dit programma, u weet het. We hebben een apparaat waarbij we al die bandjes van vroeger weer kunnen digitaliseren, zodat we uiteindelijk alles weer aan u kunnen laten zien wat we jaren geleden opgenomen hebben. Deze hebben we niet opgenomen, maar hebben we wel heel vaak uitgezonden in dit programma, omdat het gewoon ook een geweldig nummer is. We gaan terug naar het jaar 2000, dus zo'n 16 jaar terug in de tijd met Jan Muren. En zo rond de Olympische Spelen van Australië bracht hij dit nummer uit. Sailing Down to Australia. Across the water, winds across the sea, sails upon the ocean, bring you on down with me to the sunburned country, new land of the free. Oh, sail across the water with me. I love this sunburned country. I love its weeping plains, its rugged inspiration. No big dream without pain. You'll love this golden city. Come share the spirit again. Oh, sail across the water. Jan Muren dus en Sailing Down to Australia. Zoals gezegd, dat dateerde ergens van rond de Olympische Spelen in Australië. We gaan het over sport hebben. En dan sport in de zin van toch wel uniek. Ze waren hier al een keer. En dan hebben we het over, ik denk, een jaar of anderhalf, twee geleden. En toen zouden ze gaan racen met motoren. En dan circuitjes en rondjes en snel. Dat doen ze nog steeds, maar het liep net even anders. Ik heb het over Kiki Racing. Erik Gunter en Janno Bouwjes, welkom jongens. Goed dat jullie er zijn. Erik, zoals gezegd, je bent hier al eens geweest. Waar hadden we het toen over? Ja, toen hadden we het eigenlijk over het seizoen wat aan het beginnen was. Ja. De overstap naar een nieuwe motor en eigenlijk het seizoen dat het moest gaan worden. Ja. En daar hebben we het toen ook nog over de start van het raceteam gehad. En hoe alles eigenlijk is ontstaan. Ja. Ja, nu zit het toch op een heel ander spoor, een wiel extra. En, want je zit niet meer op twee wielen, maar er zit er een naast je. Jullie doen het nu op?
Op drie wielen. Zijspan. Nou weet ik, zijspan, dat kan ik me nog herinneren van de Studio Sportuitzendingen van erg lang geleden, want je ziet het nog maar weinig op tv. Echt bestrooien. En zijn bakkenist, hoe heette die? Snieders. Snieders en Strooier. Die zag je toen regelmatig. En dat ging eerst, ging dat volgens mij uit de prut. En toen werden er ineens van die hele mooie, moderne dingen werden het. Kan ik het daarmee vergelijken? Ja, met inderdaad op het asfalt rijden. Ja. Sterker nog, de zoon van Strooier die rijdt op dit moment. Serieus? Bij ons in het kampioenschap ook. Ja. Die zijn vorig jaar, als ik me niet vergis, wereldkampioen geworden. Dus ja, dat is zeker nog mee te vergelijken. De spannende lijken er ook nog behoorlijk veel op. Dus ja, dat is een hele goede vergelijking. Een goede vergelijking. Waarom heb je de switch gemaakt? Leg me eens uit. Nou, eigenlijk vorig seizoen is het totaal niet gelopen hoe het gepland was en hoe het zou moeten gaan. Ja. Toen eigenlijk hadden we de knoop doorgehakt van weet je, we stoppen ermee. En mijn vader is bezig geweest met een nieuw site. En daar kwam eigenlijk naar boven dat Jarno, die zocht nog een bakkenist. Dus in eerste instantie zijn wij een beetje als grapje zo van, weet je, gaan wij wel even kijken of we het leuk vinden om te doen. Ja. Nou, zijn er assen gegaan en zijn we het gaan doen. En ja, de klik was eigenlijk zo goed en het liep zo goed dat we toen toch maar ook zijn gaan doen. En zo zijn we gekomen. Ja, nou, het wat zijspan, kan je het uitleggen voor me? Wat het is? Hoe bedoel je? Ja, hoe spannend is het? Wat is de... Zullen we gaan kijken? Want we hebben beelden. Het is wel leuk om u thuis een beeld te geven. Want ik stel hem nou een vraag. Maar eigenlijk is het veel beter om even te laten zien wat nou eigenlijk zijspannen is. Kijk maar even met ons mee. Hier zien we... Wat zien we hier? Nou, we rijden hier zo weg uit de Pitstraat in Assen. Ja. Voor de eerste trainingsdag. Die was anderhalve week terug op zaterdag. En hier rijden we een rondje mee. En hier zo op set finish krijgen we zo meteen een lekke achterband, waardoor de span behoorlijk begint te slingeren. Ja. En eigenlijk dat is voornamelijk wat je ziet. Ja. Voor de rest, wat moet ik erover uitleggen? Het is, hoe hard gaat dit? Dit gaat vergelijkbaar met wat we afgelopen jaar hebben gedaan. Dus het even over 200 km per uur. Even over de 200 km. En we gaan nog in de twee circuits naar Duitsland ook. Dus daar kan het nog best zo zijn dat de snelheid nog wel een stukje hoger zal liggen. Maar het zijn voor mij twee nieuwe banen, dus dat kan ik nog niet inschatten. En je hangt, hè? Je hangt eruit. Ik ga over de span heen naar rechts toe. Ja. En je hangt naar links, hang je echt uit de span. En daarvoor heb je ook dus een slider die je normaal op je knieën zou hebben met een normale motor. Heb ik dus op mijn kont zitten om te voorkomen dat ik door mijn pak heen ga. Ja. En dan ga je er nu ook weer, hang je er. Ja. Je hangt er echt helemaal over. Je hangt eruit om dat ding in balans te houden? Ja. Als je, dat heb ik me wel altijd afgevraagd. Waarom je nou zo ver uit dat ding moet hangen. Maar dat is dus de reden. Voor de balans. En voor de balans. Ja. Op het moment dat ik niet naar rechts over de span heen ga, dan gaat Jarno de span echt de bocht niet in krijgen. En als ik naar links niet uitga, dan belanden we op ons kop in de grindbak. Ja. Dus het is wel van essentieel belang dat dat goed op elkaar afgestemd is. Ja. Oké. Jarno. Die zit je te zwaaien trouwens. Het allemaal wat sneller. Prima. Kom maar terug, jongens. Pak hier het gesprek weer op. Hoe ben jij bij de zijspan terechtgekomen? Wat is jouw geschiedenis in de racewereld? In de racewereld zelf eigenlijk... Tot vorig jaar eigenlijk helemaal niks. Mijn vader is bakkenist geweest in de jaren 70. Mm-hmm. Dus ja, je groeit er wel op met de liefde voor de motorsport. Ja. Eigenlijk altijd wel eens over nagedacht, maar het bleef er altijd maar een beetje bij liggen. Vorig jaar heb ik mijn passagierslicentie gehaald. Nu heb ik bakkenistlicentie, mijn racelicentie. Ja. Met het idee, laten we het gewoon een keer proberen. En zodoende ben ik eigenlijk een beetje in het wereldje gerold. Veel meegeweest met het DSRA-team van vorig jaar. Het DSRA-team? Dat staat voor Dutch Sidecar Racing Association. Ja, ja. En dat is eigenlijk de klassevertegenwoordiging, de klassevereniging van de zijspannen in Nederland. Zij stellen elk jaar een zijspan beschikbaar voor een beginnend team. Met dat team ben ik vorig jaar meegeweest als monteur. Ook wel eens ingevallen. Ja. En zo kreeg ik afgelopen winter eigenlijk de vraag... wil jij volgend jaar, dus 2016, niet zelf eens gaan rijden? Want we hebben eigenlijk nog helemaal niemand die hiermee wil rijden. Ja.
Toen dacht jij, nou, ja, hé. Hey. Ja. Maar tuurlijk, ja. Kom erop. Even hey. Over, ja, inderdaad. Ja. Je moet er wel even over nadenken, want het kost natuurlijk veel tijd die je erin moet steken. Ja. En zodoende knoop doorgehakt. Ja, ik ga het doen. Maar ik moet nog wel een bakkenist hebben. Ja. En dan ga je zoeken. Ga je dus eigenlijk een beetje rondvragen. In dat wereldje, hè? Want het is ook natuurlijk een apart wereldje. Het is een klein wereldje, denk ik. Het is een klein wereldje, ja. Ontkent ons. Ja. En dan kom je uiteindelijk bij Erik terecht. Uiteindelijk een oproep geplaatst van ik zoek nog een bakkenist. Ja. Ook op de site van Eriks vader terechtgekomen. Ja. Ja. Zodoende komen Erik en ik met elkaar in contact. En toen bel je hem op? Ja. En dan zeg je van, goh joh, je hebt altijd op die twee wielen gezeten... als je nou eens voor mij uit het bakje gaat hangen. Ja, jij wil dat wel eens proberen. Je wil eens die wil eens wat anders in je leven. Laten we dan eens een keer gaan kijken hoe dat klikt. Ja. En dat klikte. Hoe anders was het voor jou? Want je bent natuurlijk gewend om in charge te zijn. En jij bepaalde op die motor hoe hard, hoe je aanrijdt op bochten enzovoort. En nou ben je dat kwijt. Is dat anders? Ja, het is totaal anders. Ja. Het was niet helemaal nieuw voor mij. Ik heb in 2010 of 2012, ik weet niet meer uit mijn hoofd, heb ik ook nog een sessie meegereden met een opstapdag, waar ik eigenlijk voor de tweewielers was, maar ik had me laten ompraten om ook eens in zo'n ding te gaan zitten. Oh ja. Maar het is heel bijzonder. Ja. Het is meer invloed die ik kon uitoefenen als wat ik had verwacht van tevoren. Wat is je invloed? Ja, de balans van de span eigenlijk in zijn totaliteit. Als je als bakkenist op je plek blijft zitten, dan heb je gewoon niet eens meer genoeg druk op je voorwiel om een bocht in te sturen. Dan ga je gewoon letterlijk rechtdoor de grindbak in. Ja. Of inderdaad het gras net wat er ligt. Wat er ligt. En ja, wat ik net ook al zei, als je de andere kant niet naar buiten gaat, dan zal de span gewoon kantelen. En daar hebben we ook op de eerste trainingsdag hebben we daar gelijk eigenlijk het gevoel mee gekregen dat ik een foutje maakte en dus dat de bakwiel een halve meter los kwam van de grond. Ja, ja, en dat maakt dan wel indruk, maar het maakt het ook wel echt een uitdaging, zeker na een lange periode van solo rijden. Ja. Maar het was niet, de overgang was niet iets van, maar dat je misschien een beetje de pest in had van, nou, ik wil zelf aan dat stuur trekken. Nou, dat had ik wel verwacht. Ik heb eigenlijk altijd geroepen van, ik ga ook niet op straat, ga ik ook niet achter op een motor, van ik wil zelf de controle hebben. Ja. Maar ja, het ging eigenlijk gewoon goed en het gevoel was goed. En ja, toen zijn we het gewoon maar gaan doen. Ja, maar het gevoel was goed, maar het moet ook klikken, hè? Denk ik. Jullie moeten elkaar. Ja, nou, je moet eigenlijk blind vertrouwen in elkaar hebben. Ja, hoe bouw je dat op? Hoe komt dat tot stand? Dat is voornamelijk een gevoel. Ja. Maar is dat al bij het eerste moment dat je elkaar ziet, dat je denkt, nou, met hem kan ik het wel aan? Durf ik het wel aan? Erik had ik dat vrij snel, ja. Even een paar rondjes aanvullen. Hoe gaat het? Voel je hem? Zit hij er nog? Ja. Ja. En langzaam ga je dat gewoon steeds verder opbouwen. Steeds harder. Ja, steeds harder ook. Ja. Ga je steeds harder. Ja. Ja. Tuurlijk, er worden wel eens foutjes gemaakt. Daar leer je ook altijd van. Ja. Ik voel nog wel eens dan. Hoe kostbaar is dit spel? Ja, daar kan Jano best toch wel meer over. Want ik kan me best voorstellen, als je schade krijgt aan zo'n apparaat, dan het is toch andere koek. Ja. En dat je je bal lekker trapt bij voetballen, bij wijze van spreken. Dat klopt. Ja. Zet je band. Een band kost 250, 300 euro. Ja. Een nieuw motorblok. Zijn misschien rond 1000 euro voor dit zijspan. Is het rond de 1000 euro waarschijnlijk wel te krijgen. En wil je een stapje verder? Een tweedehands motorblok. Ja, precies. Ja. Maar als je nou echt in de top wil meedraaien, of wat voor bedragen hebben we het dan over duizenden, tienduizenden euro's. Dan denk ik dat je al snel tegen 100.000 euro aan zit. Als je voor een goed span. Als je inclusief de aanspan van de span, zit je daar zeker al overheen. Als je een seizoen goed wil meedraaien in de top, dan heb je toch over, ik denk, minimaal 2 setjes banden per weekend. Ja. Nou, 3 bandjes bij elkaar kosten tegen 1000 euro aan. Je bent nog bezig met het tunen van je blok, waardoor je dus ook weer meer onderhoud nodig hebt. Alles slijt natuurlijk harder. Ja, je zal al een keer afgaan. Noem het allemaal maar op. Maar betekent dat je sponsoren nodig hebt? Je zal toch op de een of andere manier die hobby moeten... Kun je ervan leven of niet? Nee, dit kost alleen maar geld. Het kost alleen maar geld, hè? Het is een hobby. Ja. Zoals ik het net zeg, het is een hobby waar je sponsors voor nodig hebt om hem te kunnen bedrijven, die hobby. Ja. Hoe kom je aan sponsors? Vaak ons kent ons. Ja. Je gaat in je vriendenkring eens rondvragen. Wil jij eens
Maar dat gaat niet met tientjes tegelijk, denk ik, of wel? Daar begint het eigenlijk wel mee. Wel, ja. Elk tientje is toch één. We hebben afgelopen jaren, ook, vooral als solo-team natuurlijk, hebben we de ervaring om clubleden te hebben. Ja. En dat is eigenlijk iedereen die vanaf 10 euro tot wat hij kan missen. Ja. En daarmee haal je toch snel minimaal 1500 euro op in een seizoen. En als je, als je 10 mensen hebt die 100 euro geven, dan... Ja, dat heb ik eigenlijk altijd toch wel liever als iemand die 1000 euro geeft. Natuurlijk, we zijn met iemand van 1000 euro zijn we veel blijer als we hem binnenhalen. Ja. Maar als die op het eind van het seizoen zegt van nou, we stoppen ermee, dan ben je dat, is het gat er in één keer. Ja. En als je 10 mensen van 100 euro hebt, dan heb je, zeg maar, als iemand wat stopt, dan heb je dan toch kan je, dan kan je het opvangen. Ja, precies. Dus precies. Jullie dit seizoen, wat nu van start gaat, trouwens, als dit uitgezonden wordt op zondag 1 mei... Dat is vandaag natuurlijk, dat weet ik. Maar we hebben dit programma eerder opgenomen. Zijn jullie aan het racen? Dit seizoen moet het gebeuren, hè? Ja. Je moet jezelf dit seizoen... moet je even uitleggen. Waarom moet je jezelf dit seizoen... Het staat op mijn blaadje. Ze moeten zichzelf dit seizoen bewijzen. We hebben nu dus een zijspan in gebruik gekregen, alleen. Ja. Willen we na dit jaar verder... dan zal er toch een zijspan aangeschaft moeten worden. Want je moet hem... Je hebt hem voor één seizoen te leen, zeg maar. Ja, het is echt voor nieuwe teams om een betaalbare instap in de zijspanracerij te krijgen. En wat moet je ervoor doen? Dus dan ga je een seizoen, hoeveel races gaan jullie draaien nu? We hebben 7 wedstrijden, 7 weekenden en elk weekend heeft 2 wedstrijden. En wat moet je bewijzen dan in die 7 wedstrijden? Moet je in een top 3 rijden? Je moet in ieder geval een zekere inzet voor de sport laten zien. Ja. Want op het moment dat wij verder willen, dan zullen we volgend jaar, wat Janus zegt, je zal of een zijspan moeten aanschaffen. Of je zou iemand moeten vinden die dus het materiaal hebt en die jullie de kans gunt om toch weer het tweede seizoen te gaan beginnen. En als je dan in het eerste seizoen natuurlijk de prestaties zijn ook van belang. Maar dat is in wezen voor zo iemand een bijzaak. Je moet natuurlijk goed zijn voor de sport, je moet goed met de spullen daarna uiteindelijk kunnen omgaan. En bovenal moet je natuurlijk ook, die persoon heb ook met zijn mensen die achter hem staan, die moet je vertegenwoordigen. En dan is een eerste plek, dat is natuurlijk een geweldige prestatie, dat is heel mooi. Ja. Maar als je daar buiten als een hork op het squeal in de paddock gedraagt, dan ga je er ook niet komen. Nee. Dus je moet eigenlijk gewoon je hele doen en laten bewijzen. Je bestaan. Je moet leven voor je sport. Moet je claimen, om het zo maar even te zeggen. Ja. Nou, ik vind het wat. Jullie gaan jezelf dit seizoen dus bewijzen. Het moet dit seizoen gebeuren. Het ding is alleen. Stel dat het lukt. Wat gaan we doen? Zitten we dan tegenover de nieuwe strooier in Snieders? Ah, dat weet je natuurlijk nooit. Dat is hij zou niet willen. Wie weet. Maar ik denk als we dit jaar goed doorkomen en we gaan volgend jaar wederom in de zijspanwereld van start. Dat we toch wel gaan denken aan meer internationaal rijden. Ja, want hoe zit het met de bekendheid in Nederland? Want wat ik zeg, vroeger Studio Sport had je altijd wel zo rond 7:30... Kwamen de motoren en de zijspannen door je scherm racen. Tegenwoordig is het niet meer zo. Die populariteit wordt minder. Dat klopt. Ja, het is een heel klein wereldje. Ja. In de media wordt er eigenlijk ook bijna geen aandacht aan besteed. Dus de bekendheid, ook als ik het met collega's of bekenden praat. Ja, zijspan racen, er komt inderdaad altijd de naam Strooier van die tijd. Oh, is dat dat? Maar heel veel mensen weten eigenlijk niet... Waar is het nog een grote sport, Engeland? Ja. Ja, hè? Maar wat moet ik me daarbij voorstellen? 100.000 man aan de langste kant? Nou, we hebben 1 wedstrijd van het Britse kampioens die in Assen wordt gehouden. Ja. Daar heb je het toch over een man of 50.000 die daar op afkomt. En dat zijn dan allemaal mensen uit Engeland, of bijna allemaal mensen die ook echt vanuit Engeland meekomen. Ja. Ik denk dat je toch minimaal 3/4 Britten daar over het circuit dan hebt lopen. Ja. En in Engeland is het natuurlijk dan nog meer. Gewoon erg grote sport. Ja. Zowel motorsport in het algemeen. Veel groter. Ja. Nou is de hele motorsport wel weer in een lift aan het raken. Dat is heel duidelijk merkbaar. Maar Erik, stel nou dat dit niet lukt. Zitten we dan hier volgend jaar weer dat je in de motocross zit? Nou, de motocross niet, maar ik ga me helemaal voor. Jij gaat net zo lang door totdat je de... Nee, dat valt op zich wel mee. Kijk, we willen natuurlijk zo ver mogelijk komen. Ja. En je hebt je doelen, heb je gegeven moment ergens opgezet. En dit is er eigenlijk is er voor ons ook onverwachts ingekomen.
En voor mij is toch ook dit wel weer iets wat je... Ik wil echt gaan doen. Het is niet zo van ik ga dit jaar doen en we gaan daarna weer lekker sloffen ergens. Jullie willen het echt. Dat geldt voor jou ook, Jarno, denk ik. Ja, zeker. Ja. Als mensen sponsor willen worden, kikiracing. .nl kunnen ze nog steeds terecht. Ik wens jullie verschrikkelijk veel succes de komende... Dit seizoen in ieder geval. En dat je het mag redden. En dat we jullie volgend seizoen dan met een echte eigen... En de sponsors en alles erop en eraan. Misschien wel bij Studiosport. Hey, dank jullie wel. Ja, ook bedankt. Bedankt. Brengt tevens ook een eind aan deze aflevering van Studio Klein. Wij zijn er weer, om precies te zijn, op 5 juni aanstaande. Voor nu bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Dag.